Goedemorgen Paul, we staan hier bij een nieuw parkje in Balgooi. Kan je vertellen hoe dat hier gekomen is? Ja, er was hier een speeltuintje dat was heel dringend aan renovatie toe. Dat heeft wat tijd geduurd en dat heeft te maken met de maanzakkers die gebouwd worden. Maar goed, we hebben het nu uiteindelijk op kunnen leveren. We gaan het straks openen met kinderen en Balgooi heeft er een speeltuintje bij en dat ligt er piekfijn bij. En met het zonnetje erbij, de kinderen zullen straks schrik hebben. Ja. Ik zag ook een aantal kinderen met een oranje op en een geel hesje. Wat gaan die doen? Die gaan zwerfafval opruimen. Dat hebben we samen met de kinderen afgesproken van tijd tot tijd. Zorg dat de omgeving schoon blijft. Dat is goed voor de dieren, voor het milieu, noem maar op. En de kinderen helpen daar graag aan mee. Is er nog een beloning voor kinderen die heel veel restvuil afhalen? Nou, er is een beloning voor alle kinderen die meegedaan hebben. Die krijgen straks een klein plantje wat ze, of een potje met zaad en potgrond om een zaadje te planten. Oké, bedankt. Jullie hebben nou een nieuwe speeltuin. Wat vinden jullie ervan? Leuk. Heel leuk, ja. Ja, leuk. Heeft het lang geduurd voor de oude speeltuin vervangen was? Nee, niet echt. Heel lang, maar een beetje. En nou blij ermee? Ja. Nou hebben jullie een mooi oranje en een geel hesje aan. Waar is dat voor? Nou, wij zijn zwerfafval aan het opruimen. Dat is mooi. En hebben jullie al veel opgehaald? Ja, ik vind van wel. Echt wel? Ja, best wel veel. En gaan jullie nog meer ophalen? Ja. Succes. Dankjewel.